De rechtbank in Den Haag heeft twee mannen uit Den Haag en Bussum veroordeeld tot 4 en 3,5 jaar cel wegens bezit van cocaïne. Een derde verdachte, een andere man uit Den Haag, werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De mannen werden eind vorig jaar gearresteerd na de vondst van ruim 600 kilo coke in een loods in Den Hoorn. Volgens justitie was dat maar een deel van een nog grotere partij. En daarom eiste de officier van justitie 2 weken geleden celstraffen van 5 en 2,5 jaar. De rechtbank komt nu tot een lagere straf. Het bezit van een dergelijke hoeveelheid cocaïne is zeer schadelijk voor de volksgezondheid. En deze hoeveelheid is ook bedoeld voor verspreiding. Een lange onvoorwaardelijke gevangenisstraf is dan ook zeker aan de orde. De rechtbank gaat evenwel lager zitten dan de eis van de officier van justitie. Omdat die eis was gebaseerd op de invoer van harddrugs en niet op het enkele bezit van harddrugs waar hiervan sprake is. Strafmaximum bij invoer ligt op 12 jaar en op bezit ligt het op 6 jaar. Maar gelet op de hoeveelheid cocaïne dat is aangetroffen, acht de rechtbank een gevangenisstraf van 48 maanden, ofwel 4 jaar, passend en geboden. En bij één van de twee ging daar een half jaar af, omdat justitie fouten heeft gemaakt bij de opsporing. Of er een hoger beroep volgt, is nog niet bekend.